De douanekoers gaat omhoog. Dit zei minister Armand Achaibesing van Financiën en Planning tijdens zijn bezoek aan de douane dinsdag. Door de wijziging van de unificatiekoers zal ook de douanekoers worden aangepast. De minister zegt dat de indirecte belastingen de grootste inkomstenbron is van de overheid. Daaronder vallen ook invoerrechten en accijnzen. Indien deze goed geregeld zijn, zullen de inkomsten aanzienlijk toenemen, zegt Achaibesing. Daar gaat het in feite om. Kijken naar de wettelijke regelingen, of daar niet aanpassingen in nodig zijn. Maar ook het proces verder streamlinen. De douane beter faciliteren in het kunnen uitvoeren van hun werkzaamheden. Dus het is een scala aan maatregelen die we moeten inzetten om het werk beter te kunnen doen volgens de wettelijke regelingen, zodat overheidsinkomsten kunnen toenemen. Ik heb gezegd in mijn speech, de overheid moet krijgen wat de overheid toekomt. Je moet continu blijven praten met de samenleving. Je moet continu uitleggen wat men mag verwachten, ook wat men niet mag verwachten. Je moet transparant zijn in je communicatie en ik onderschrijf dat direct. Ik zag direct erbij dat dat ook verbeterd kan worden. Maar we zijn mensen, waar er gewerkt wordt, worden de fouten gemaakt. Alleen als je bereid bent om die fouten te erkennen en te verbeteren, dan ben je met goede dingen bezig. En dan krijg je begrip ook van de samenleving. Douanebondsvoorzitter Joyce de Vlucht zegt dat het bestuur en leden het op prijs hebben gesteld de bewindsman te mogen ontvangen. Tijdens zijn bezoek zijn de noden van de leden ook aangekaart bij Achaibesing. De rechtspositionele zaken. We hebben een brief overhandigd aan de minister waarin de rechtspositionele zaken zijn aangegeven. En waarbij we gevraagd hebben om ontvangen te worden om ons daarover te buigen. We kijken ook daar naar uit. Nou, dus eigenlijk mag ik zeggen dat het allerbelangrijkste was. Weet je, het is wachtwisseling. Je hebt de andere regering, je hebt de andere minister. Je moet weer op de tafel gaan zitten om voor de rechtspositionele zaken te vechten. En daarnaast, binnen die organisatie willen we ook weten wat deze regering of wat deze minister met deze organisatie wil gaan bereiken. Joyce de Vlucht, bondsvoorzitter bij de douane. Wij spraken haar naar aanleiding van het bezoek van minister Achaibesing aan de douane dinsdag. De bond hoopt binnenkort ontvangen te worden bij de minister voor het bespreken van dringende kwesties.